Hallo kijkers van Shinesprice, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. Zoals jullie inmiddels misschien weten, is het voor mij alweer een tijd geleden... dat ik zo nu en dan... dat het even een tijdje... what the fuck, hoe werkt deze mechanic? Oh nee! Dat het voor mij altijd even duurt voordat ik weer kan opnemen. Dus het is altijd een aflevering of 3, 4 die ik na elkaar doe, zeg maar. Alleen, ik ben weer bij een nieuwe mechanic gekomen. Dat hebben we de vorige keer nog niet geprobeerd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt. Oh, we waren hier bij zo'n boom gekomen. Absorb the light. Dat was ik al vergeten. Nu krijgen we waarschijnlijk de skill waardoor we daarop kunnen klimmen. You've learned climb. Use this ability and press RT when you're against a wall to travel along the surface. En dan wat? Fuck. Wow. Ik werd hier fucking hard genaaid. Oké. Okay. Oké, dat is episch. Oké. Oeh, hij werd gekild door iets? Waardoor? Ik moet weer even de knopjes ook weer even wennen hoe dat ook weer werkt. Oh, oeps. Hoe werkte dit ook weer? Dat is de verkeerde knop. Ah, oké, we komen er wel. Wat is hier? Oh. Die klimfunctie is wel vet. Auw. Het is even wennen dat je nu gewoon echt kan klimmen zonder dat je elke keer op te springen, zeg maar. Auw. Dat gaat niet goed. Bijna geen levens. Even save hier, dat lijkt me een goed plan. Oh wacht, dat is het probleem. Ja, daar was ik al bang voor. Kunnen we hier beneden nog iets fixen? Want hier waren we nog niet helemaal klaar, dacht ik. Oh, fuck. Auw. Hoe kom je ook naar de map, zo? Daar moeten we naartoe. Ik denk dat naar rechts gaan best een goede optie is. Wat is dit? Holy shit, wat was dat? Oh. Thank you.
Ik weet niet wat dat nou was. Dat mag dus ook niet blijkbaar. Leuk, leuk. Dus waarom is dat elke keer one hit KO? Ik snap het niet. Wat heb ik dit gezeid? Ja, what the fuck. Nou, ik snap het helemaal niet meer. Het is ook irritant dat je dat niet kapot kan schieten, zodat je gewoon verder kan. Want nu moet je elke keer wachten. Hoe maak ik dat kudding kapot? Waar werd ik nou door geraakt? Ik stond ernaast. Ik snap er helemaal niks meer van. Nice. Oh, die mag ik niet zo kapot maken waarschijnlijk. Hoe kom ik daar voorbij? Die zijn nucleair of zo. Hoe kom ik daar voorbij? Oké. Ah. Ja, dat is geactiveerd op jump. Hoe werkt dit? Wanneer blijft hij erop? Blijf erop staan. Blijf erop staan. What the fuck? Wauw, deze game. Hoe maak ik dit ding dan dood?
Sorry hoor, ik word daar heel boos van. Ik snap die kutmechanic echt niet. Gewoon normaal hier bovenop staan is altijd al een ding. Blijf er gewoon bovenop staan. Goed zo. Ah. Ik snap het echt niet. Hoe kom ik daar ooit voorbij? Hallo? Het is zo raar gemaakt, hè? Kut. Nou, rol de afgrond in. Kut beest. Zo. Kut. Kan ik opeens geen double jump doen? Leuk! Oké. Ja, die hoef ik al niet eens meer te proberen. Okay.
Oké, dood. Ik kan niet opslaan. Kutzooi. Oké. Oké, ik kan opslaan. Oké. Eindelijk langs het kutstuk. Dit is interessant. Oh, hij gaat opeens weer weg. Oké, ik snap hem. Maar dit is wel een moeilijk stukje, denk ik. Alleen niet met projectiles, dus dat maakt het alweer iets beter. Ook als je denkt aan het feit dat... Kut. Zeker als je denkt aan het feit dat mijn levens niet zo heel hoog zijn op het moment. Jee. Oh nee, was dit het enige waarvoor we dit deden? Oké. Niet helemaal zo door. Oké, interessant. Oh, tuurlijk. Even vergeten. Oké. Oeh, we kunnen opeens die kant op. Oké. Nou, daar was ik al bang voor. Kut. Oké. Oh, dat gaat heel snel. Oké. Oh, kut. Ja, ik kan de hele tijd niet opslaan omdat, omdat ik niet van die dingen heb. Kut. Kut, dood. Oh nee. Ik snap het wel. Ik heb nog niet helemaal bedacht hoe ik dit ga halen. Maar dat komt wel. Oh, ik spring er overheen. Oh. Ik wil graag een nieuw save point kunnen maken. Maar dat kan nog niet. Kutzooi. Trap ruik ik erin. Veertje. Oké, het gaat... Oké, dit is interessant, want het gaat te snel om te rennen, maar het gaat eigenlijk te langzaam om te lopen. Ik moet wel even uitvogelen hoe je dat het beste kan doen. Huh? Je zag me toch jumpen? Nou ja.
Ik wil jullie voor bedanken voor het kijken van deze aflevering. We zijn niet zo heel erg ver gekomen, maar het gaat best oké. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog één ding te zeggen, dus adios amigos.